volgende kandidaat van ons Maestro evenement. Nana Schoonhoven. Ja, wie kent hem nou eigenlijk niet, hè? De burgemeester van Oosterwolde. Bij het zoeken naar een kandidaat kwam al snel zijn naam naar boven, want hij is toch prominent aanwezig in de gemeente Oldebroek. Vandaar dat we hem ook al in het najaar benaderd hebben van, hey Nanne, dit en dit zijn we van plan, wil je daar aan meedoen? Nou, en hij was echt razend enthousiast, zoals hij altijd is, ook voor de belangen van Oosterwolde. Maar oké, hij is toch Oldebroeker. Vandaar dat we hem gevraagd hebben en hij was enthousiast. En ja, hij moet ook een keer gaan beginnen. Dus we gaan hem ook verrassen met de dirigeerstok. Wat is dat van meneer? Ja. Wat is dat van meneer? Kennen jullie die? Nee? Kom maar kijken, kom eens even kijken. Nou, wie is daar? Komt u maar hoor. We zijn stiekjes aan het schieten. Wat niet? Wat zijn we aan het doen? We zijn aan stiekjes schieten. Ja. Ja, hier, daar ligt ook een stiekje. Het is allemaal kinderen hier. Allemaal kinderen. Wat is de oppasdag? Het is de oppasdag. Oppas is oppasdag. Zeg maar tegen meneer Kees, komt u maar binnen. Ja, nou ja, goed. Even een officieel moment natuurlijk. Dit is een heel officieel moment, ja, meneer Kees. Ik heb je in september of in oktober al gevraagd van nou, we willen een keer een nieuwe dirigent hebben voor Muziekvereniging Concordia. Ja, je wilt nou wil je voor de top gaan, hè Kees? Ja, we gaan voor de top. En je hebt enthousiast ja gezegd. Ja, absoluut. En we willen toch de aftrap gaan doen en we willen je symbolisch maar eens eventjes de dirigeerstok dat is wel heel erg leuk. Ja. Dus dit is een stokje waar ik het mee kan doen. Haal hem er maar eens uit en aan de andere kant. Andere kant. Ja. Dan zijn we benieuwd. Dan kun je je kleinkinderen alvast gaan leren. Zie. Hallo. Zie, daar is hij. Ik hoef hier geen Chinees mee te eten, maar er moet wat anders mee gebeuren. Dus maar ja, als je goed bent als... Dat is Van der Wal en Jan Hitmeijer hoor, dat denk ik niet. Op weg naar de volgende kandidaat. Probeer je toch weer een prominente Oldebroeker te zoeken. Of tenminste in ieder geval iemand die een goede relatie heeft met Oldebroek. Kom je toch al heel snel bij de voetbalclub van Oldebroek, OWOS. Nou goed, daar is de leidende man Jacco van der Bos, voorzitter. Hem dus ook benaderd van, hey Jacco, dit zijn de plannen. Wil jij in competitie gaan met Carlo van Dijk, met Yvonne en met Nanne Schoonhoven om als dirigent, nieuwe dirigent te worden van Concordia Oldebroek. Nou, Jacco die reageerde enthousiast. Ja, en er zal toch een keer de aftrap voor moeten gaan komen. Ook hem zullen we dus deze dirigeerstok moeten gaan overhandigen. Daar gaan we nu naar. Jacco. Hey. Ja, een verrassing misschien voor jou. Je hebt medewerking toegezegd met ons concept Maestro. Dus je gaat de competitie aan met een aantal bekende Oldebroekers. Carlo van Dijk, nou, die ken je natuurlijk helemaal, wethouder van cultuur en sport. En Yvonne, dat is de doktersassistent hier in Oldebroek. Kijk. En die kent iedereen. Nanne Schoonhoven, de burgemeester van Oosterwolde. Dus goed, die hebben inmiddels allemaal ook al de dirigeerstok overhandigd. Nou, en we denken van, nou, dan gaan we nog even Jacco verrassen. Kijk, een echte. Ja. Misschien dat je ook nog vast een eerste indruk kunt geven, maar wat de reactie voor jou is. Wat stel je ervan voor, van het Maestro gebeuren? Nou, volgens mij is het een hele happening in Oldebroek. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij de allereerste keer is. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bevallen. Ja. Maar eens kijken als ik wel een koor aan kan. Dat is natuurlijk iets anders dan een... Het is een orkest. Een orkest. Een orkest is nog wel is wat anders dan een voetbalvereniging. Ja. Dus mij krijgen in ieder geval de instrumenten al aangeleverd. Ja, zeker. En we hopen dat je... Ja, net zoveel succes hebt met Concordia als met OWOS. Nou, ben benieuwd. Misschien dat je hem uit kunt pakken, dan kun je vast. We doen ons best. Dit is hier aan de andere kant, Jacco. Wat is? Ja, dit is die kan los. Dus, Nou, fantastisch. Kijk. Dus dat wordt eventjes jouw gereedschap voor de komende. Die kan kapot. Die kan kapot. Zo. Nou, maar leuk. Heel veel succes met Ik ben heel benieuwd.
En, ik ga mijn best doen. Ja, heel veel succes met de voorbereiding. Dankjewel. Ja.